Mijn vak vind ik leuk omdat het herbergt zoveel diversiteit. Fotografie is een hartstikke leuk vak. Als fotograaf kom je op plekken waarvan je gedacht dat je er nooit zou komen. Als fotograaf kun je opdrachten verwachten van reclamebureaus. Die bedenken een campagne en die hebben daar een foto bij nodig die vertelt wat zij wat hun boodschap ondersteunt. En die moet jij dan maken. Mijn opdrachtgevers zijn omroepen, videofacilitaire bedrijven. Mensen dus die een audiovisueel product nodig hebben. Fotograaf word je door een hele goede gerichte opleiding te volgen. Daarnaast moet je leren heel goed kijken. En vooral heel veel doen. Heel veel doen. En dan word je geen fotograaf, dan ben je op een gegeven moment fotograaf. Techniek is te leren. Hoe je een camera instelt. Enzovoort. Dat is slechts bijzaak. Maar waar je echt het gevoel voor moet hebben, is dat je een plaatje kan maken. Dat je fotografisch kan werken. Als fotograaf werk je natuurlijk met heel veel verschillende dingen komen erbij kijken. Je hebt licht. Beginnen, zonder licht geen foto. Dat is je eerste keuze die je moet maken. Hè. Softboxen of spotjes of gebruik je daglicht, dat is ook mooi. Daarnaast werk je natuurlijk met heel veel verschillende soorten camera's. Je kan kiezen voor een kleinbeeldcamera of een middenformaatcamera, die zijn vaak vierkant. Of als je echt iets heel technisch moeilijks wil in de studio, dan gebruik je een technische camera. Of ga je digitaal fotograferen. Als je digitaal fotografeert, heb je natuurlijk een goede computer nodig en goede software om die foto zo te maken zoals jij wil hebben. Fotografie is een hartstikke leuk vak. En als fotograaf kom je op plekken waarvan je gedacht dat je er nooit zou komen. Ik heb bovenop schoorstenen gestaan, de meest bizarre plekken, je ontmoet leuke mensen. En het leukste van alles is, als je mooi werk maakt, zie je het toch eens door de hele stad hangen. Het is een hartstikke mooi vak.